Goed. Laten we met jou doorgaan over waarom je hier aan tafel zit. En dat is namelijk dat er een voor jou gunstige uitspraak is gekomen vandaag. Als het gaat om de mogelijkheden om in de rechtszaal, wat jij graag wil, te blijven zitten. Althans niet te hoeven opstaan voor de rechters. En ook een hoofddoek te dragen. Ik neem aan ongeveer de hoofddoek die je nu ook... Hoofddeksel, ja. Hoofddeksel, ja. Goed, laten we even voor de mensen die jou nog niet heel erg goed kennen... teruggaan naar een paar optredens. Wat is eigenlijk de reden waarom u niet op wil staan? Nou, ik ben een moslim en ik geloof in een bepaalde vorm van fundamentalistisch egalitarisme. U hoeft niet te spreken voor alle vrouwen, mevrouw. Want u bent niet de perfecte articulator voor alle vrouwen. Want ik kan u zeggen dat moslimvrouwen niet uw ideeën hebben. Nee, wie zegt dat ook? Ik zeg ik als vrouw. Dus ik zou zeggen, hold your horses, mevrouw Polak. Nou, ik heb het al in het verleden week heb ik het een judicium restocorum, oftewel een boerenvonnis genoemd. Een boerenvonnis? Ja, een boerenvonnis, omdat de rechter die dit vonnis heeft uitgedraaid... waarschijnlijk uit een of andere boerengat is gekropen. Ja, en vandaag heeft dus, ik geloof, het hoogste orgaan van de advocatuur... Ja, het hoogste tuchtcollege in Nederland. Het hoogste tuchtcollege heeft gezegd... je hoeft niet op te staan als de rechter binnenkomt. U bent advocaat. En je hoeft ook niet het hoofddeksel af te zetten. Nu is de vraag, hoe belangrijk is zo'n uitspraak eigenlijk? Nou, als je kijkt naar het belang zelf... dan denk ik dat dat wel degelijk een dijkdoorbraak te noemen valt. In Rotterdam zelf heb je een Raad van Toezicht. En dat is zeg maar de lokale orde van advocaten. En die had dus de opinie dat vrouwen met hoofddoeken... geen advocaten kunnen worden. In Den Haag en andere arrondissementen zag je dus wel... dat de vrouwen met hoofddoeken opereerden. Maar ze zeiden van dat is een gedoogbeleid. Als we sec kijken naar de wet... als we de wet... droogjes toepassen, dan betekent dat we gewoon vrouwen kunnen weren... die met hoofddoeken of mannen met tulbanden of andere hoofddeksels... dat we die niet hoeven te accepteren als advocaat. En nu is het dus breed getrokken. En ik heb vandaag ook een gesprek gehad met de nieuwe deken in Rotterdam. En die zei het heeft wel degelijk implicaties en repercussies voor de orde hier. En ik zou graag met u een gesprek willen aangaan... want dit betekent dus dat uw optreden ervoor heeft gezorgd... dat er een bres is geslagen in de muur. Dus het is een, laten we zeggen, een diversiteitsgevolg heeft het. Een liberaler optreden ten opzichte van mensen die moslim zijn... en toch in die raadzaal gaan optreden. Ja, klopt, ja. Dus dat we niet met argusogen worden bekeken... en dat er nu wordt gedacht van ja, dit is iets dat eigenlijk... een teken is van disrespect. En, nog even, waarom wilde u ook eigenlijk niet opstaan voor de rechter? Waarom was dat ook weer? Dat was omdat ik geloof dat de mensen allemaal gelijk zijn. Ik ga uit van een soort vorm van fundamentalistisch egalitarisme. En mijn religie leert me dus dat alle mensen gelijk zijn. Ik hoef dus niet op te staan voor rechtelijke machten of anderszins. Maar ja, het mag wel. Ja, het zou in principe, als je een andere interpretatie zou volgen van de islam... dan zie je dus, ja, ik ben zelf ook een... ik heb een theologische opleiding gehad, dus ik weet dat er verschillende perspectieven en verschillende visies zijn in de islam. Maar die heb je ook bijvoorbeeld in de wetenschap en ook in de rechtwetenschap. Waar je dus ziet dat ik heb bij het Hof van Discipline en bij de Raad zuiver juridische argumenten gewisseld. En dat heeft ook de deken gedaan. En uiteindelijk is er een juridisch feit. En dat is nou dat je hier in Nederland met hoofddeksel advocaat kan zijn en... dat je niet hoeft op te staan. Waarom dat hoofddeksel? In wat voor opzicht? Nou, waarom hecht je daaraan? Ik vind dat ik me mag gedragen naar mijn religie. Maar wat is er religieus aan dit hoofddeksel dan? Als je kijkt naar het gedrag van de heilige profeet Mohammed Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam... dan zie je dus dat hij... Wie? De heilige profeet Mohammed Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, Mohammed. Dat is een woord wat ik niet in één keer op kan schrijven. Waarom moet je dat nou zo snel... Oké, dat goed. De stichter van de islam. Ja. Of tenminste, hij die de islam gefinaliseerd heeft. De finale profeet van de islam. Die heeft zich op een bepaalde manier gedragen. En zijn gedrag is model voor 1,2 miljard moslims. Het feit dat u hem niet kent of misschien dat het woord bij u onbekend is... Nee, ik had wel eens van de... 1,2 miljard moslims. Ontspan je. Ik had wel eens van Mohammed gehoord, maar niet als je er zo heel snel over door. Dat verstond ik gewoon niet. Maar goed, afijn, nogmaals, wat is dan de reden? Omdat Mohammed een muts draagt, moet jij ook een muts dragen? Een hoofddeksel, ja, als je bijvoorbeeld kijkt, ook u zegt zelf soms... of ja, er zijn bepaalde politieke partijen die zeggen dat Nederland een judeo-christelijke samenleving is. Als je ook kijkt naar... Blijf nou even bij die muts. Nee, wacht even dan. Ik kom naar die muts toe. Als je kijkt naar de Nederlandse samenleving, dan zie je ook dat daar Joden die dragen keppeltjes en dergelijke. En als je vraagt aan een Jood waarom doe je dat, dan zeggen ze ja, uit respect voor God. Ja. Dus het kan zijn dat het wordt gerelateerd aan respect voor God. En dat zie je ook bijvoorbeeld als je naar kerken gaat, dan zie je dat bij bepaalde kerkelijke stromingen hebben ze een hoed op in de kerk en bij sommigen zetten hem af. En nu in jouw specifieke geval, want dat was eigenlijk de vraag, waarom ben je zo gehecht aan die muts? Dan is het antwoord uit respect voor God. Ja, uit respect voor de wetgeving van God. Ik volg de heilige profeet Mohammed Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. En mijn leven is daarop gericht en ik hecht daar waarde aan. Zoals bijvoorbeeld vrouwen met hoofddoeken dragen en die hechten daar ook waarde aan. Dus ik begrijp eigenlijk uw vraag ook niet in deze. Nou, u geeft anders wel een lang antwoord op een vraag die u niet begrijpt. Ja, ik geef wel een lang antwoord, maar ik zie ook diezelfde vraagtekens bij u. En ik zie eigenlijk dat u keer op keer dezelfde vragen blijft stellen. De vraag was, waarom draag je een hoofddoek? Of in dit geval een hoofdbedekking, een muts, wat het ook is. En u zegt, ik heb u dus aangegeven van het heeft Mohammed te maken met... Mohammed deed dat ook al. Ja. Ja. En handen grepen, hoort dat ook bij... Ja, hele, precies. Ja. Ik dacht, ja, u heeft iemand ten gast, de redactie, die gaat met u bepaalde vragen. En u weet wat voor mensen u krijgt, dus dat hoeft toch geen black box te zijn. Wat de Raad, wat het Hof van Discipline ook heel erg duidelijk zegt in die uitspraak, is we leven in een multiculturele, multireligieuze samenleving. Maar het feit dat u zo monocultureel te werk gaat en dat u niet weet wat voor verschillende sentimenten in het leven en hier in Nederland plaatsvinden, dat geeft... Doe niet zo raar. Dat geeft aan dat we snappen, je zit helemaal niet in de ivoren toren. Het is logisch om... Kijk, je bent een luister, vriend. Je weet niet wat er gebeurt in deze samenleving. En dat is jouw probleem. Je bent een provocateur. Dat is je goed recht. Dat doe je met plezier. Maar dan moet je ook vragen verwachten als... waarom draag je een muts? Waarom wil je geen handen schudden? Je moet niet zomaar beginnen met het zeggen van... ja, je bent een provocateur of wat dan ook. Ik ben iemand die is opgekomen voor zijn rechten. Dat is iets anders dan te provoceren. Gefeliciteerd. Maar het feit dat jij zegt dat jij een provocateur bent... iedereen die bij mij komt om te zeggen van ik wil een rechtszaak gaan beginnen... die zie ik niet als provocateur. Ik heb gewoon binnen de juridische dimensies gehandeld. Ik ben binnen de stalen kaders van de rechtsstaat gebleven. Maar het zijn politieke agitatoren als jullie die telkens blijven zeggen... Ja, wie zijn jullie? Ja, wat denk je? De elite-racisten. Elite-racisten? Ja, de elite-racisten. Dat zijn de mensen die hier in de media zitten, hier in de redactie zitten. En die denken van ja, ze kunnen zich alles permitteren als het gaat over orthodoxe moslims. En allerlei dingen lopen te zeggen. Heb je nu het idee dat je goed bezig bent door te zeggen dat dit elite-racisten zijn... omdat ze vragen waarom je de dingen doet die je doet? Het gaat om de manier waarop je handelt. Geef jezelf dan nu een complimentje? Je bent gewoon dédain bezig. Je bent gewoon bezig op een bepaalde manier je gast te proberen in discrediet te brengen. En hetgeen wat er eigenlijk is gebeurd is dat het Hof heeft gezegd... we leven in een multiculturele samenleving. Maar ik had al bij u, bij het eerste gesprek... toen zei u aan mij hier buiten... ik geloof niet in de multiculturele samenleving. Nee. Dus u bent geen... Dus u gelooft niet in de multiculturele samenleving? Nee, natuurlijk geloof ik niet. Maar het doet er niet toe. Maar ja, ik wil dat wel zeggen. Dus ik geloof niet in de multiculturele samenleving. Dat geeft aan dat u geen honest broker bent. Geen honest broker? Ik ben helemaal geen broker. Nee, dat klopt. Weet je wat maar wel je bent geen onafhankelijke journalist. Je hebt je eigen visies die je probeert... te laten profileren en te prevaleren op andere mensen. We gaan de temperatuur laten dalen door te kijken...